Niet van de grootste, gaat toch plaatsnemen. Hij heeft al gescoord uit 6 stilstaande fases. Daar komt hij, Abu Koita. Altijd goed. En dan die redding van Koffi. Ja, duwde die bal naar de verkeerde richting. Hij ligt daar tegen de grond, maar dit is de vrije trap van Koita. Goh, wat een geweldige rechter heeft hij toch. Steukens, mooie bal naar Ito. En nu die witte muur voor zich. Ryotaro Ito heeft de ruimte, gaat het zelf doen. Nu afleggen voor Boka. Boka in de 16. En nu Kaya. Op het tak van het doel. Ik denk dat Koffi erbij is geweest. Ja, we krijgen een corner voor STVV. Maar deze man, deze Ito, gevaarlijkste truienaar. Met de acties, met zijn loopacties. Hier Guillagon, kan schieten. Guillagon, perfect Guillagon. Bal zeilt naast. Nou, waarschuwing voor STVV dit. Voor de 16. Even combineren met Zorgan. Dan gaat die bal uiteindelijk nog wel ver naast, heb ik het gevoel. Opnieuw de Malak. Dan was hier, ja, nee. En dan goed van Bokao. Goede terugkeer. Kaya, links is Van Helden. Wat doet Kaya? Vatikaya, Ito neemt de bal mee. Ito, Ryotaro Ito. En dan de vuisten van Koffi. En de rebound van Kaya gaat niet binnen. Oh ja, hij weet het hoor. Een trap tegen die paal. Nou, dit was die tegenstoot met Vatikaya. Die het eigenlijk goed deed. Ito, perfect meegenomen. Even die schijnbeweging. Het is centraal. We kijken naar Steukers. Naar die corner. Nu misschien Van Helden. Met de schouder dan met het hoofd, dacht ik. Er beginnen ruimtes te vallen. En STVV probeert er nu wat van te maken met Steukers. Op rechts. Daar is Kaya. Daar is Kaya. Goeie redding van Koffi. Dit was wel met overtuiging van Fatih Kaya. Dolores Ito. Gaat hij schieten. Weet je even met Kaya. Daar is hij weer, Kaya. En nu opnieuw. Ja, opnieuw net naast. Voorlangs Fatikaya. Dus via een andere Japanner misschien een tegenaanval. Nee. Goed gelezen door Wolke Janssens. Steukens en Janssens gaat mee. Steukens tot bij Kaya. Goede controle. En dan, ja. Nu misschien met Delors. Gaat schieten. Matthias Delors, een goede redding van Hervé Koffi. Jarne Steukens ziet terug schokken naar die corner. Nee, dit is te weinig. Fatikaya. Dit was nog een hele goede poging hoor van Delors. Ik denk dat hij had gezeten. Ja, krijgt nu de bal, maar niemand centraal. Dus even bal rond, voetballen rondspelen. Delors. Daar is Boka. Erik Boka. Over het hoofd van Koffi en dan Steukers binnen. De 1-0 staat op het bord. Het is Jarne Steukers. En bij Charleroi zagen ze een duw. Maar zij gaan feesten aan de cornervlag. Erik Boka en Jarne Steukers. De Canaries hebben eindelijk de voorsprong beet. Nog 10 minuten voetballen met die extra tijd. Deze bal van Delors. Dit wordt nipt. Boka buitenspel al dan niet. En dan doet hij het goed hoor. Steukers zijn lichaam zetten. Maar ik denk dat er een lijntje gaat getrokken moeten worden voor de infiltratie van Boka. Maar goed hoor, hoe hij die bal terug voorbrengt over Koffi, die te gretig was. Jarne Steukers uiteindelijk met de 1-0. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, er wordt meteen afgefloten. STVV wint zijn laatste wedstrijd van het jaar in eigen huis met 1-0 van Sporting Charleroi. De lichten worden gedimd. Laurent